En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 23 juli. Tijdens de avond en nacht vallen de buien meer in het westen en het binnenland. Op sommige plaatsen perioden met lichte tot matige regenbuien, mogelijk met onweer. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen in de ochtend blijft een groot deel van ons land droog. Gedurende de middag en avond op enkele plaatsen perioden met lichte tot matige buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat in de middag van 23 juli er kans is op een matige onweersbui, eventueel met windstoten.